waarschijnlijk was voor dat de Geuzen hier huis hielden, katholiek. Katholiek, ja. Maar hoe zou dan het Sint-Janfeest bewaard hebben kunnen blijven? Want ze gingen ook wel in processie met beeldje, ja, van Sint-Jan. Dat was nog in de katholieke was dat daarvoor? Tijd. Ja. Dat hebben ze daarna niet meer gedaan. Wel het Operiet nog wel. Ja. Nee, of het Sint-Jansfeest nog wel. Ja. Maar niet als processie. Nee. Volgens de boeken is het Sint-Jansfeest dus een katholieke processie geweest. Ja? In de periode voor 1600. Oh, en is dat na die tijd gestopt, maar is het in 1800 zoveel als het Sint-Jansfeest weer opgestart. Dat is dan ook niet meer een processie, maar de paardenraces die hier in de straat hebben. Ja, en misschien ook toch wel een soort opperiet ook nog. Ja, ging wel met de wagens, jongens te paard vooruit en meiden in de wagen erachteraan. En ja, vele zieltjes onderweg. Ja, vele zieltjes onderweg. Ja, maar Frans, jij woont ook in een Rijksmonument. Rijksmonument, 1852. Ja. Kijk, het mooie van deze gevel is dat het dus een voorhuis van een oude boerderij is, waar helemaal geen siermetselwerk in zit. Ja. En met het raampje boven scheef van het midden. Alles is geel. Ja, alles is geel, behalve dat onderste deel dan. En de schoorsteen zit hier achter de... Voordat het opnieuw is ingevoegd, zag je nog een zwartige baan lopen van de schoorsteen zo naar beneden, van doorgetrokken roet. Wat? Die buitenste stenen waren zwart. In de dertiger jaren had je natuurlijk heel andere behoeften aan winkeltjes dan tegenwoordig. Op het ogenblik is het de meeste winkels die in de straat zijn, hebben iets met toerisme te maken. Maar in de dertiger jaren was dat niet zo ontwikkeld. Dus je had veel meer gewone bakkers, slagers. Je had hier wel 3 bakkers in het dorp bijvoorbeeld. En zo had je ook de plek waar de smid woonde. Dus als je paarden nieuwe hoeven moesten krijgen, dan kon je bij de smid terecht, ook als je een nieuw ijzerwerk om de wielen van de kar moest hebben. En dus de smederij die was hier. En daarom heet dit pand dus nu nog steeds de oude smitten. Je had ook de wagenmaker, dus de boerenkarren kon maken. En die woonde daarnaast. Dus de wagenmakerij zat vroeger daar. Hij is open, we kunnen hem meekijken. Hey. Dit is een monumentje. Dat mag ook niet afgebroken worden. Dit laten we gelukkig zo staan. De vorige eigenaar heeft nog geprobeerd om dit ook op te ruimen, maar dat is gelukkig nog niet doorgegaan. De ballen gaan er nog. Het ging dan met een leiding hier naar onder het vuur en daar werd het kwam er extra zuurstof. Ja, zit hier. Met extra zuurstof aangeleverd via de baan. Yes. Weet jij waarom? Die gaten. Waarom zitten die gaten hier? Wat ik had begrepen, voor zover en zo. Zaten hier balken in? Ja. Waar de paarden aan vastgezet werden. Oh ja. Oh. Ja, dat snap ik. Dat zou goed kunnen, ja. Nou, later kreeg je natuurlijk dat het allemaal anders werd. In de 60e jaren had je toerisme en de mensen kregen ook allemaal een autootje. En dus je had dus ook de behoefte ineens aan een benzinepomp. Nou, die benzinepomp die zat dus hier in de straat. Nou, inmiddels is die al lang weer buiten het dorp terechtgekomen. Als je hier ook naar het bovenlicht kijkt, dan zie je daar een afbeelding in, met bovenin het wapen van Terschelling. Dit was het postkantoor. Dit dingetje in het raam is van hout en geschilderd. En de mooie aanleiding om even iets over het wapen van Terschelling te melden. Je ziet er 3 dingen in. Je ziet er links een leeuw, je ziet rechts een soort blauw, zeggen we vaak, zeemonstertje. In het midden staat een boom. Wat betekent het eigenlijk? Er zijn allerlei meningen over geweest, maar ik ben nu zover dat ik denk dat ik het ongeveer weet. Die leeuw links is gewoon eigenlijk een voorloper van de Nederlandse leeuw. Rechts staat niet wat we dachten, een zeemonstertje of een zeepaardje. We zijn er inmiddels achter dat het de waterwolf voorstelt. Ja, wat wil je? En de waterwolf was het symbool, het dierensymbool voor de zee die het land opvrat. Dus er staat hier links iemand het land te verdedigen en rechts staat iemand, rechts van die boom staat iemand het land aan te vallen. Ja,
het aantal vruchten wat in de boom hangt, heeft dat ook nog een betekenis? Ja, daar zijn heel veel verschillende ideeën over geweest. Tot en met muntjes en sinaasappelen, maar in die tijd kenden ze nog geen sinaasappelen, dus die waren het echt niet. Maar het is in principe dus een eikenboom, dus het enige wat er in een eikenboom kan hangen zijn eikels. En die eikels, die waren ook, dat klopt ook wel, dat heeft met hetzelfde recht te maken. Want die eikels die geven aan hoeveel dorpen hier waren, waar allemaal recht gesproken werd. Dus elke eikel, net zoveel eikels als er zijn, zoveel dorpen waren hier, minus West. Dus altijd een eikel te weinig, want het was een agrarische wetgeving. Het had met die zeevaart en met die vissers helemaal geen basis te maken. En je kunt het nog steeds merken een beetje, want er is één dorp op dit eiland waar ook geen burenvergaderingen zijn. West heeft geen burenvergaderingen. Alle andere dorpen wel. Dit is een agrarische afbeelding.